40 leden, echt turnende leden. Van een plakje als Sint-Johannesweer, dat is een hele bloeiende vereniging. Ja, yes, dat kun je doornemen. Ja, we zijn echt wel trots op dit moment met het aantal leden. Er kan natuurlijk altijd meer bij, maar zoals het op dit moment is, is het goed. Nou ben wij hier, hè, omdat we uitnodigen binnen. Bedankt voor die uitnodiging. Maar je hebt een probleem. Wat is dat? Ja, we hebben inderdaad een groot probleem. Want dit is Johanna haar laatste gymnastiekles, Joert. Daarna hebben we 2 maanden vakantie. En wij willen heel graag in september weer verder. Maar net meer met Johanna, want Johanna had te kennen jong dat ze wil stapje. Is het wel een leuke vereniging om voor te werken, Johanna? Dit is een fantastische vereniging. En dat zeg ik niet omdat ik hier nu sta, maar de kern wat hier gebeurt is dat ze dingen samen doen. Ze doen samen met de leden doen ze dingen, in het bestuur doen ze dingen. En ze overleggen heel veel. Als er wat is, kun je bij ze terecht. Ze superveel toestellen hebben ze. Als er wat nodig is, dan kan dat komen. Het is nooit een probleem. Het is echt een fantastische vereniging. Je zal de vereniging missen, maar je zal deze BNK wel missen, ja, denk ik. Nou, dat is een verkeerde vraag, want die moet je niet stellen. Dus vraag maar wat anders. Laten we het ergens anders over hebben. Ja. Ja, dit is de laatste keer dat jullie gymnastiek van mij krijgen. En dat doet een beetje zeer hier. Dus ik heb een heel klein stukje uitgehaald. Heb ik in een doosje gedaan. Een heel klein stukje van mijn hart. Ja, dan zoek ze eens nou even naar je gymmeester of juf. Dat moet toch geen probleem wezen? Dat hier wij hopen dat dat geen probleem wezen zou, maar zat het nou liket, ben we een liedje 4 maanden verder, maar er is nog niemand. Ondanks dat we best wel heel volle rondien hebben. Is dit wel een leuke juffrouw? Ja, superleuk. En dus is zelf ook nog op gymnastiek vanzelf. Helpt haar vaker, maar de jongste groep? Ja, haast elke week ben ik erbij. En dan moest het ik leren om dat te doen. Dan zit ik zelf in een oudere groep vanzelf. Ja. Nou, moet ik kijken even, Freehi. Is het wel een leuke juffrouw, die Johanna? Ja. Wou je hem zelf net juffrouw worden? Is dat net wat voor je om letter gym juffrouw te worden? Wie? Ja, ik weet het net. Ik weet het net.